Hallo zeevisvrienden, deze video gaat over het knopen van kunstaas, maar laat ik eerst iets zeggen over de basisuitrusting. Een lichte spinhengel van 2,10 tot 3 meter voldoet prima. Daarop een molen in de 4 of 5000 serie of met de rail. Daarop spoelen we een gevlochten vislijn van 10 onderste of een nylon vislijn van 25 tot 30 onderste en een voorslagje van plusminus 1,50 meter van 50 of 60 onderste. En daarmee is de basisuitrusting klaar. Het knopen van kunstaas kan met verschillende knopen. De eerste knoop is de kunstaasknoop of de Rapella knoop. En die gaat zo. Maak eerst een halve knoop in je lijn. Zoiets. Dan neem je het kunstaas, doet het uiteinde door het oogje heen. Zo. Dan doe je deze door de halve knoop. Draait hem keer of drie. Om deze lijn heen. 1, 2, 3. Zo. En dan weer terug door de halve knoop. Aantrekken. En dit is de kunstaasknoop of de Rapella-knoop. De kunstaas kan vrij bewegen in het water. Ikzelf zou hier tussen ongeveer op een centimeter of 60 een klein worteltje plaatsen. Even laten zien. Gewoon een klein worteltje voor het kinken. De tweede knoop is met een speldwortel. Even. Speldwortel, gewoon een wortel. En daar doe ik de halve bloedknoop. Gaat als volgt. Door het oogje. 1, 2, 3, 4 of 5 keer eromheen draaien. Dan door het oogje hier terug. Dan heb je een lusje zo. En dan door het lusje. Even vochtig maken. En aantrekken. Zo. Kunstaas. Dat is de tweede manier. Dan ga ik naar de derde manier toe. Hier zit dan al een klein worteltje aan. En daar gebruik ik dan ook weer de halve bloedknop voor. Door het oogje heen. Om de draad heen draaien. 1, 2, 3, 4 of 5 keer. Door het oogje. En terug in de lus. Even vochtig maken.
en aantrekken. En dat is de derde knoop. De strandvisser wens je veel succes met het maken van deze knopen. En tot ziens.